zijn hier bij het WK Softbal dat in het Nolhoutkampstadion in Haarlem wordt gehouden. Wij hebben een bid uitgebracht in 2011 in Oklahoma City in Amerika. Daar zijn we met 3 man heen gegaan. En daar hebben we uitgelegd waarom wij vonden dat het heel erg goed was voor het softbal internationaal om naar Haarlem te komen. En daar was iedereen het unaniem mee eens. Dat jullie helemaal uit Etten-Leur zijn om vandaag hier softbal te kijken? Ja, best ja. Ik ben hier elke dag, ja. En wat is je favoriete team? Lijkt me logisch, toch? Het is gewoon onze eigen Nederland. Gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dankjewel. Was het een moeilijke wedstrijd? Elke wedstrijd is moeilijk. Ja, misschien met de uitslag 8-1 lijkt het wel makkelijk. We hebben hun gewoon onder druk kunnen zetten vanaf het begin. En ja, het was makkelijker dan... En normaal, die hebben gewoon wat fouten gemaakt en daar hebben wij kunnen profiteren. 100 interlands, hoe doe je dat? Ja, goede vraag. Langs softballen. En zo goed mogelijk proberen te zijn om in het Nederlands team te blijven. En hoe lang speel je al in het team? 10 jaar. Nou. Heel erg spannend, het was een heel belangrijke wedstrijd. Dus even rook erin mag gooien. Je hebt de hele wedstrijd kunnen pitchen? Ja, heb ik helemaal afgemaakt. How did Lindsay play for today for the softball team? She's done very well. She's got a one-hit shutout going. Wij hadden een prachtig verhaal en daar is men in meegegaan. En dat heeft geleid tot dit prachtige stadionnetje hier in Haarlem. Na 40 jaar wordt de vloer van de Bijnishal dan eindelijk vervangen. En dat was hard nodig. Nou, het is eindelijk zover. Eindelijk die nieuwe vloer. Ja, we zijn heel erg blij. Na 40 jaar komt er een prachtige vloer in. En waarom moet er eigenlijk nou zo nodig een nieuwe vloer in? De vragen die zijn gekomen vanuit vereniging, voornamelijk ook VC Spaarnestad. En het heeft nog voornamelijk te maken met schokabsorptie. Het geeft toch wat meer blessuregevoeligheid. De gangbare gebruikers hebben daar verder geen last van. Maar ga je meer naar topsportniveau, dan ondervind je daar hinder van. Wat is er zo bijzonder in deze vloer? De vloer die erin komt te liggen, die komt op de bestaande vloer. Dus hij is verplaatsbaar. We hebben een verhoging gedaan aan de zijkant waar de vloer dus in komt te liggen. Ja, deze vloer wordt ten eerste azuurblauw. Dus het komt een totaal andere vloer. En de demping zal echt gigantisch zijn. In de week van 6 september wordt de vloer vervangen. 15 september zal de vloer eindelijk worden opgeleverd. En kan de eerste schoolklas hem even uittesten. Op het Kennemerplein en Stationsplein is een parkeerverbod van kracht buiten de aanwezige voorzieningen. Omdat het Stationsplein deze zomer aangewezen is als terras- en evenemententerrein, start de gemeente met intensievere handhaving. Fietsen en scooters die buiten de voorziening staan, worden verwijderd.